Vandaag een antwoord op de vraag van Sanne. Sanne vraagt zich af of de consumptie 's ochtends bij haar ontbijt van een glas vers geperst sinaasappelsap of dit bijdraagt aan een goede weerstand tegen een ziekte gedurende die dag. Als ze dat elke dag doet, dat ze dan haar weerstand kan verhogen. Dat vraagt ze zich af, want Sanne is veranderd van baan. Eerder had ze een 9 tot 5 baan, dicht in de buurt van haar huis. Fietste ze elke dag door de buitenlucht. Na haar werk had ze regelmatige pauzes, kon ze haar eigen voeding meenemen. At ze daardoor regelmatig en ook regelmatig groente en fruit. En voelde ze zich eigenlijk wel fit. Sanne heeft nu een nieuwe baan, waarbij ze niet meer van 9 tot 5 werkt. Ze is vaak na de avondmaaltijd pas thuis. Ze heeft een drukke baan, een stressvolle baan, waarvoor ze vroeg moet opstaan. Ze heeft een kortere nachtrust dan eerder. Ze moet vaak haasten, ze zit veel in bespreking, waardoor ze niet regelmatig kan eten. In haar lunches en avondmaaltijden moet ze vaak eten in gezelschap bij de zakenrelaties. En die maaltijden, ze probeert dan altijd wel de meest bewust haalbare keus te kiezen, maar die zijn niet zo rijkelijk voorzien in verse groenten en vers fruit als ze eerder gewend was. Ook door het langer in de auto zitten is ze minder in beweging dan eerder en is ze ook minder buiten. En wat merkt ze? Ze voelt zich de laatste tijd niet zo fit. En die veranderende omstandigheden snapt ze natuurlijk dat daaraan ten grondslag ligt. Omdat het aanbod bij haar lunch en haar avondmaaltijd, daar waar ze die nuttig tegenwoordig, niet heel ruim is qua groente en fruit. En ze beseft dat de stoffen aanwezig in groente en fruit hard nodig zijn om een goede weerstand te kunnen behouden. Heeft Sanne besloten of bedacht om 's ochtends voorafgaand aan die drukke stressvolle dag met weinig groente en fruit, om dan maar een glas vers geperst sinaasappelsap te gaan drinken. Om op die manier toch op zijn minst vitamine C, welke citrusfruit voornamelijk bezit, dat heeft ze altijd geleerd, haar oma vertelde haar dit altijd al, om dat toch maar 's ochtends vroeg binnen te kunnen krijgen. Om haar heen heeft ze echter gehoord en gelezen ook wel nadelen van vers geperst sinaasappelsap. Dat er toch zoveel suiker in zit en dat juist heel erg nadelig is voor je gezondheid en weerstand. En Sanne vraagt zich nu dus af, want ze doet dit al een poosje, een glas vers geperst sinaasappelsap drinken 's ochtends. Ze merkt nog niet echt verbetering in haar weerstand, want ze voelt zich nog steeds niet echt fit. Ze vraagt zich af of dat glas vers geperst sinaasappelsap met daarin een stoot vitamine C aanwezig, of dit wel bij kan dragen aan een verhoging van haar weerstand. Nou Sanne, vandaag een antwoord op je vraag. Jouw weerstand kan enkel hoog blijven wanneer jouw afweersysteem goed werkt. Wanneer werkt jouw afweersysteem enkel goed? Wanneer jouw darmwand intact is. Dat betekent dat wanneer de stoffen aanwezig in vers geperst sinaasappelsap niet bijdragen aan een goede conditie van jouw darmwand, helaas vers geperst sinaasappelsap ook niet bijdraagt aan een verhoging van jouw weerstand op de dag dat jij stressvolle factoren hebt en jouw weerstand hoog moet zijn om daar allemaal tegen bestand te zijn. Om jouw darmwand in een goede conditie te kunnen houden, is de aanwezigheid van vocht en fermenteerbare vezels regelmatig in jouw voeding nodig. Wanneer jouw voeding dit vocht en deze fermenteerbare vezels niet bevat, dan kan een goede conditie van jouw darmwand niet behouden blijven. Wanneer jij een verse sinaasappel eet, dan is daar vocht en zijn daar fermenteerbare vezels in aanwezig. Dat betekent dat wanneer jij een verse sinaasappel eet, dit bij kan dragen aan het behoud van een goede conditie van jouw darmwand. Ga jij echter die verse sinaasappel of zelfs meerdere persen tot vers geperst sinaasappelsap, dan is daar nog wel het vocht uit de sinaasappels in aanwezig, maar zijn de fermenteerbare vezels bij de gemiddelde sinaasappelpers niet meer aanwezig in het sap wat jij vervolgens drinkt. Dan kan er heel leuk vitamine C in jouw lijf belanden na de consumptie van dit vers geperste sinaasappelsap. Maar kan
jouw sinaasappelsap niet meer bijdragen aan het behoud van de goede conditie van jouw darmwand. De conditie van jouw darmwand kan zelfs verslechteren wanneer met regelmaat een grote hoeveelheid suikers in jouw darmen belandt. Want dat is zeer nadelig voor de conditie van jouw darmwand. Wanneer jij een verse sinaasappel eet, dan zitten daar niet zo heel veel suikers in. Dus zal door de consumptie van een verse sinaasappel jouw darmwand niet echt snel in conditie verslechteren. Wanneer jij echter een vol glas vers geperst sinaasappels drinkt, ja, om een vol glas vers geperst sinaasappelsap te verkrijgen, moet je toch al vaak, afhankelijk van de hoeveelheid sap dat in jouw sinaasappels zit, toch wel zo'n 4 sinaasappels uitpersen. Het gehalte aan suikers daarin is toch wel behoorlijk groot. Dit betekent dat na de consumptie van vers geperst sinaasappelsap de conditie van jouw darmwand, een goede conditie, niet behouden kan blijven door de afwezigheid van fermenteerbare vezels, maar dat die zelfs kan verslechteren door de aanwezigheid van een hoog gehalte aan suikers. Dit geeft al een beetje een idee dat de consumptie van vers geperst sinaasappelsap 's ochtends vroeg elke ochtend niet heel gunstig bij kan dragen aan het behoud van een hoge weerstand tegen ziekte die dag, ondanks de aanwezigheid van vitamine C dan in je lijf. Wanneer kan jouw afweersysteem nog meer niet goed functioneren? Wanneer wordt die onderdrukt? Wanneer jouw lichaam ergens moeite mee heeft, namelijk met het uitvoeren van de stofwisseling in jouw lijf? Wanneer jouw lichaam stress ervaart? Jouw lichaam ervaart stress wanneer er tekorten heersen aan essentiële bouwstoffen, dat zijn voedingsstoffen welke je lichaam niet zelf kan vormen, in jouw lijf. Dan ervaart jouw lichaam stress. Zowel een verse sinaasappel als ook vers geperst sinaasappelsap bevat wel een paar essentiële bouwstoffen, waaronder de essentiële voedingsstof vitamine C, maar bevat ook heel veel essentiële bouwstoffen niet. Dat wil zeggen dat zowel de consumptie van een verse sinaasappel, maar ook de consumptie van vers geperst sinaasappelsap niet stress in jouw lijf kan helpen voorkomen. Een disbalans en een slechte voedingstoestand in jouw lijf kan voorkomen wanneer je enkel die verse sinaasappel eet of dat vers geperste sap eet. Ook daardoor draagt de consumptie van vers geperst sinaasappelsap niet echt bij aan het behoud van een goed werkend afweersysteem en een hoge weerstand. Wanneer kan zelfs stress veroorzaakt worden en ontstaan in je lijf wanneer jouw voeding jouw bloedsuikerspiegel verstoort en doet stijgen, flink snel doet stijgen? Wanneer jij een sinaasappeltje eet, dan zal jouw bloedsuikerspiegel daar niet drastisch door stijgen. Niet al te veel en niet al te snel. Wanneer je echter een glas vers geperst sinaasappelsap drinkt, met de suikers uit ongeveer 4 sinaasappels daarin, zonder vezels daarin aanwezig, dan kan jouw bloedsuikerspiegel wel behoorlijk snel stijgen. En ook behoorlijk veel stijgen ten opzichte van wanneer jij een verse sinaasappel eet. Dat betekent dat na de consumptie van vers geperst sinaasappelsap 's ochtends de balans in jouw lijf even heftig verstoord raakt en stress veroorzaakt kan worden in jouw lijf. En dat ook dit niet bepaald bijdraagt aan een goed werkend afweersysteem. Als antwoord op jouw vraag, Sanne, of het gunstig is onder jouw huidige omstandigheden, onder jouw huidige stressvolle omstandigheden, welke jouw lijf nog flink doen uitputten en uit balans doen halen, of de consumptie van vers geperst sinaasappelsap 's ochtends met daarin vitamine C aanwezig dan gunstig is om een goede weerstand te kunnen behouden. Nee, onder al die stressvolle omstandigheden en de nadelen welke vers geperst sinaasappelsap met zich meebrengt, ten opzichte van verse sinaasappel, kan ik jou dit niet aanraden. Jij moet je lichaam dus proberen regelmatig te voorzien dat het bij het ontbijt van alle essentiële bouwstoffen, waar vitamine C echt niet de enige in is. En de vitamine C kun je dus beter halen uit een verse sinaasappel door die te eten, dan uit het sap van 4 geperste sinaasappels zonder fermenteerbare vezels. Deze week zou ik het nog gaan hebben over hetgeen jouw ontbijt moet bevatten om jouw lichaam in balans te kunnen houden, om de stofwisseling in jouw lijf optimaal te kunnen ondersteunen en als gevolg daarvan ook een optimaal functionerend afweersysteem te kunnen behouden.
Wanneer jij iemand bent zoals Sanne, die veel stressvolle omstandigheden heeft en een goede weerstand wil behouden, kijk dus deze week naar dat onderwerp, zodat jij weet hoe je met je voeding dan alsnog onder die stressvolle omstandigheden een zo goed mogelijk werkend afweersysteem kan behouden. Dat is namelijk afhankelijk van de stoffen aanwezig in jouw voeding. Kijk je dan weer?